Okay, mijn naam is Ernst Bovert van de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam in Groningen. En ik ben projectleider van een project waarin wij Hebreeuwse en Griekse grammatica met elkaar delen, althans beschrijving daarvan. En daarbij ook een stukje extra technologie aanbieden, waardoor studenten niet alleen deze beschrijvingen kunnen lezen, maar ook de grammatica onmiddellijk in de praktijk kunnen oefenen. En voor docenten biedt het de mogelijkheid om materialen met elkaar te delen, met elkaar te verbeteren, van feedback te voorzien, materialen van elkaar te gebruiken zonder iets zelf helemaal van de grond of aan op te moeten bouwen. En tegelijkertijd ook om aan de studenten een stukje technologie aan te bieden om dat gelijk te trainen, waardoor docenten bijvoorbeeld ook hele specifieke moeilijkheden in de grammatica kunnen aanpakken en de studenten een hele specifieke oefening kunnen geven om dat te oefenen. En naar onze overtuiging wordt het onderwijs hier beter van en in de praktijk vinden studenten dit ook veel leuker om te doen, omdat je gelijk ziet of je grammatica goed doet of niet goed doet en waarom je het dan niet goed doet, etc. Nou, op het moment dat jij als kijker ook nadenkt over het delen van leermaterialen, waar moet je aan denken en wat is het belangrijkste leerpunt uit ons project? Nou, mijn overtuiging is dat de vraag hoe je traditionele leermaterialen kunt integreren met de mogelijkheden die technologie ons vandaag de dag biedt. En juist die integratie van die twee, dat zal de aandacht van docenten trekken om te zeggen, hey, dit is iets nieuws, dit kennen wij niet, dit kunnen wij onze studenten op dit moment niet aanbieden. En op het moment dat wij op dit platform onze leermaterialen gaan maken en gaan delen, krijgen we daar ook een stuk technologie bij, wat het hele leerproces aanzienlijk prettiger en leuker maakt.